Hallo? Hallo? Is daar iemand? Oei, ik denk dat er niemand is. Goh, dat zijn er van afspraken. Dan moet ik hier komen om te solliciteren en dan is er niemand. Oh, en nu? Ja, wachten zeker. Oh, wat een mooi bureau. Dat wordt die van mij. Oh, 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 dat grote. Oh, en hier komt dan een naamkaartje. Frans en Dove, advocaat. Zeg, wat zou er achter die deur zitten? Allemaal te zien. En die deur, wat zou er achter die deur zitten? Wat een wc! En wat voor een. Maar ja, wel handig, hè. Als je moet kakken, dan moet je kakken. En... Oh, ik moet wel kakken. Oei, die deur is niet gesloten. Zeker weer vergeten. Maar Knootje, misschien zit hier wel een inbreker binnen. Zo'n schone, stoere vent. Oh, dat heb je toch wel. Kijk naar mij. Een en al spieren. Ja. Loop nog maar wat verder, ja. Zeg, Klootje, ik zou eigenlijk een keer een pisje moeten gaan doen. Ja, de wc, dat is die deur. Ja, oké. Tot zelfs, hè. Daar zal ik, hè. Ja. De inbreker op de wc. Stelen? Nee, de trap, kijk. Nee, ik moest dringend en daarmee. Wat belt dan toch de politie? Nee, nee, geen politie. Ik kan het allemaal uitleggen. Ah, vooruit. Leg het dan maar eens uit. Mag ik dan eerst afvallen, alstublieft? Klootje, dat is een inbreker. Dat zie ik direct. Mooi, denk ik niet. We zullen direct meer weten. Claude Blind, advocaat. Dat weet ik. Ik kom solliciteren. Ik klopte op de deur, maar er deed niemand open. En toen zag ik dat de deur open was. En dan ben ik naar binnen gekomen, maar er was er niemand. En toen moest ik dringend en daarmee... En jij komt solliciteren als advocaat? Nee, als beenhouwer. Ja, stop met die grappen alstublieft. Ja, ik ben afgestudeerd als advocaat. Klootje, moest jij mij zoeken? Ik ben op de wc, ja. Dat is goed, prinses. Prinses, is dat uw vrouw? Ik stel hier de vragen, begrepen? Ja, ja. Dus dat is uw vrouw. Maar jij hoort niet goed, zeker? Oh ja, de doof. Ik stel hier de vragen. Maar dat is geen vraag, dat is een vaststelling. Dus dat is uw vrouw? Nee, dat is mijn vrouw niet, dat is een goeie vriendin. Een goeie vriendin, ja, ja. Dus jij komt solliciteren als advocaat? Maar is dat uw minnares? En wat is uw specialiteit? Echtscheidingen? En je bent getrouwd? Moordzaken? Oh, hey, dat is spannend, zeker zo'n minnares hebben. Oh, en jij denkt een goede advocaat te zijn. Maar ja, ik denk dat ik alles heb om te maken als advocaat. Ja, ik zal er nog eens over nadenken. Dag, schatje. Oeh! Hildeke, wat kom jij doen? Verrassing. Ja, zeg toch wel. En dat is? Frans. Ah, Frans. Comment vas-tu? Bonjour. Parlez-vous français? Hilde, je suis la femme de Claude. Ik versta niet van al wat je zegt. Waarom praat je niet gewoon Nederlands tegen mij? Ah, ik was de Frans. Dat is mijn naam. Frans en Dove, advocaat. Aangenaam. Ik ben Hilde, de vrouw van Claude. Dat is uw vrouw? Dus dan zit daar... Ja, daar zit uw vriendin. Mijn vriendin? Ja, uw vriendin. En waar is de reden van het bezoek? Ah, ik kom werken bij uw man. Ho, ho. Ik heb gezegd dat ik er nog eens ging over nadenken. Denk dan maar toch vlug na. Vriendin, die van mij, of... Meneer Den Dove komt werken voor mij. Hij is een hele goede advocaat. Ah, dat is goed nieuws. Welkom, Frans.
Ik mag toch Frans zeggen, hè? Tuurlijk, want dat is mijn naam. Want moest je Mark tegen mij zeggen, ja, dan zou ik niet weten dat tegen mij is. Ah nee, want ik heb Frans en geen Mark. Dus, schatteke, zijn hier terug, zinner. Uw vriendin. Ah ja. Dag vriendin. En hoe was er op reis gehaald? Liefd, aangenaam. Ik ben Hilde. En jij bent? Ah, de madame van de wc. Ja, ik ben Evi, de vriendin. Van Frans. Ja. 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 Zeg, doe het niet zo flauw. Zeg, en uw vriend is advocaat. Een hele goeie advocaat. Een goeie advocaat? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat hem goed is in bed. Ja, ja, Frans is heel goed in bed. Heel, heel goed. Hoe schudde jij dat? Gewoon, ik weet dat gewoon. Zeg, wat gebeurt er hier allemaal? Ja, dat is moeilijk uit te leggen eigenlijk. Schatteke. Ja? Zeg, Evi. Het is wel kloot, je schatteke, zei hè? Ja, dat weet ik toch. Kom, Hilde, je bent maar niet eten in de stad. Bij de Chinese. Ah, wel van die kattenspoog, joh. Allee, het is goed. Allee, Frans, ook zinnig toch wel, hè? En jij, Evi, goed voor uw wind, zou ik hè? Jij gaat nu niet zo leven met dat mens. Ja, ik leg dat allemaal wel uit. Op een andere keer. Ik bel je. En ik? Wat doe ik ondertussen? Ja, morgen is uw eerste werkdag. Oh, top. Tot morgen dan. Nu moet ik ervan doen. Zeg, wat gebeurt er hier allemaal? Klootje gaat nu met dat mens gaan eten. Dat mens is wel zijn vrouw. Zijn vrouw? Dat spel, dat was zijn vrouw. Dat zeg je toch? Och, zwijg toch. Klootje die heeft mij althans gezegd dat hem zijn vrouw zou verlaten voor mij. En nu gaat hem daarmee gaan eten. Tja. Maar weet je wat? Anders, dan gaan wij ook een hapje eten op restaurant. Dan kunnen we elkaar al een beetje beter leren kennen. Maar jij bent op je kop gevallen, zeker? Ja, deze morgen recht door mijn pantoffels, recht op mijn hoofd gevallen. Hier, je kunt het nog zien, hè? Maar dat bedoel ik toch niet zo stoemerik. Stoemerik? Hé, hey, op je woorden letten. Of ik zal eens een boekje open doen over Claude en u tegenover zijn vrouw, Hilde. Als jij dat doet, hè, dan zal ik dat aan de kerk op je kleiner maken. Wees maar gerust. Voorlopig doe ik niks. Misschien kun je wel iets doen. Ah ja? Wat dan? Een keer polsen met Klootje of om zijn vrouw echt zou verlaten voor mij. Goh, ik word daar niet zo graag bij betrokken. Ik werk hier nog maar pas. Allee, het is te zeggen, morgen is mijn eerste werkdag pas. Je moet mij helpen. Ja, Klootje, dat is echt de man van mijn leven. Ik ben daar smoor verliefd op. Oh, dat vind ik wel schoon. Heel schoon is dat. Ja, en ik ben zeker dat Klootje dat ook vindt, hoor. Ja. Kijk. Dat heeft de mail speciaal voor mij alleen geschreven. Zonder jou voel ik me Hugo zonder Nicole. Gert zonder Samson. De dikke zonder de dunne. Of als een café zonder bier. Ik mis je elke keer als je er niet bent. Dit is iets wat nooit went. Ik wil je betasten en voelen. Als ik heet sta, moet je mij afkoelen. Jij bent het zoontje in mijn leven waar ik alles voor zou geven. Schoon, hè? Oh, heel schoon. En romantisch ook. Ja, Klootje, dat is echt de man van mijn leven. En wat heeft Claude dan wat een andere man niet heeft? Geld. Nee, dat is niet belangrijk. Nee, het is het innerlijke dat telt. En Klootje is heel schoon. Van binnen. Ja, heel schoon. Hij was beter ook schoon geweest met de buitenkant. Is het niet waar, allee? Zeg, dat is niet grappig, hè? Kijk, ik reken erop dat jij een keer polst met Klootje in verband met zijn vrouw. En wat staat er dan tegenover? Maar zeg, mama, hè? Kunnen jij nu nooit eens iets doen zonder dat er iets te plek moet komen? Ja, maar een kleinigheidje is goed. Een kleinigheidje? En wat is dat dan? Een kusje. Mooi, je bent echt op je kop gevallen. Ja, dat heb ik al gezegd. Dit is mogelijk over met mijn toffels. Goed, zeg. Ik ben een weg. Doe je best na. Misschien kan er dan toch nog een kleinigheidje vanaf. Oh, die Claude heeft een minnares. Maar ja, dat zijn mijn zaken niet. Ik kom hier werken als advocaat.
In een telefoon. Advocatenkantoor blind met een dove. Ja, zeg het maar hoor, mevrouw. Hallo. 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 Hier. Ah, ik dacht... Ik ben Elke. En jij bent? Frans. Frans een dove, advocaat. Waarmee kan ik u helpen, juffrouw? Ik weet niet. Wat kunt jij zo allemaal? Alles. Scheidingen tot hoortzaken. En meester Blind, is die er niet? Nee, die is er niet. Ik zal eens een geheimje vertellen. Meester Blind, oh, tja, die zou beter stoppen. Alle zaken die hij moet doen, dat komt niet goed. Ik daarentegen. Ja, zijn tijd is voorbij. Ja, is dat zo? Ja, dat is zo. Meester Blind, die zou beter stoppen als advocaat. Alle zaken die hij verdedigt, die lopen toch slecht af. Hij heeft het niet meer. En ik? Ik heb het wel. Tja, dat zal dan wel zeker als jij het zegt. Maar vertel eens, juffrouw, waarmee kan ik u helpen? Begin al eens met uw naam. Ik ben Elke. Elke. Elke Blind. Elke Blind? Familie van? Ja, familie van. Meester Blind is mijn pa. Dat was grappig, hè? Dat ik dat zei van uw pa, dat hij dat niet meer heeft en zo. Dat was een heel goede grap. En die grap gaat alleen maar beter worden als mijn pa die hoort. Wie gaat daar nou wel moeten mee lachen? Nee. Ik meen dan niet wat ik zei over uw pa. Uw pa, dat is de beste advocaat die ik heb. Hoop toe, niks zeggen. Ik zal alles voor u doen. Echt waar, alles. Ik zal er niks van zeggen. Oh, dat is tof, dankjewel. 50 euro. En ik zwijg aan de grap. 50 euro? Ja, 50 euro. En dit gesprek is er nooit geweest. Ja. Maar dat is wel heel veel geld. Ja, te nemen of te laten. Jij kiest. Oh, ik heb niet veel keuze, zeker. Kunt jij teruggeven op 100? Dat is gepast. Oh, maar wel zo eigen, hè? Ja, ik beloof. Ja, ik hoop het. 100 euro. Oh. Maar ja, dus Willempa is niet hier. Nu kan ik hem nog niet vertellen waarvoor ik naar hier gekomen ben. En mijn ma was ook niet thuis, dus tegen haar kon ik het ook niet zeggen. Ah nee, die zijn een hapje gaan eten bij de Chinees. Maar, echt? Ja. Zeg maar, dat is wel goed nieuws. Want de laatste tijd zat het niet goed tussen hen. Mijn ma dacht dat mijn pa iemand anders had. Oh man, nee, uw pa heeft niemand anders. En zeker Evie niet. Evie? Ja, dat is mijn vriendin. En wat heeft mijn pa met Evie, uw vriendin, te maken? Ja, dat weet ik niet. Zeg maar, jij doet wel raar hoor. Nee, ik ben zo raar. Ja, allee, maar dan ga ik naar huis, dan ga ik hem daar wel vertellen wat ik te vertellen heb. Ja, en moet ik hem anders een boodschap doorgeven, als ik hem straks terug zie? Ah wel, ja. Zegt hem dat ik hem lief heb. Ik heb hem leren kennen via internet. Hij woont in Afrika. In Afrika? Ja, in Afrika. Is hem dan... Ja, wat? Gekleurd? Ja, hij is zwart. Ik heb altijd al een zwak gehad voor zwarte mannen. En is het waar om te zeggen dat zwarte mannen grote voeten hebben? Ik zou het niet weten. Ik heb hem nog niet gezien. Ik ben nog niet in Afrika geweest. Ik moet eerst wat sparen. Besparen? Als je al het geld vraagt om te zwijgen, dan zult je wel vlug gespaard hebben. Ja, dat zal wel zijn. En eens ik genoeg heb, ben ik er even de buurt naar Afrika. Oh, naar Afrika, begot. Allee, nu ben ik echt weg. Ik ga nog wat chatten met Jamila. Met wie? Met Jamila, zo heet hij. Oh. En weet je wat zijn naam betekent? Mooi en elegant. Camilla, wat een gekke naam. Jamila Frans. Ja, en vergeet niet wat je beloofd hebt. Wat heb ik beloofd? Ja, dat ik ging zwijgen over je pa. Daar weet ik niks van. Maar allee, Elke, ik heb daar toch gezegd dat je het paard niet meer heeft en zo. En heb je daar 100 euro in. En jij hebt me beloofd. Ja, want zoals ik al zei, daar weet ik niks van. Ook niet over een gesprek of zo dat er zou zijn geweest. Maar allee, Elke, dat is nog maar pas gebeurd. ik snap het. Jij weet dat niet meer. Ik ook niet. Dag Franske. Ja. Oh, is dat zo laat? Oh. Ik moet op tijd naar werken in, hè? Want morgen mijn eerste werkdag. Oh, advocaat. Oh, ik dat thuis vertel. Oh, man. Ai, ai, toch. Ja, wat zeg. Er zit geen sleutel op de deur. Ja, nu kan ik die deur niet sleutelen. En stel dat ik vertrek
En er komt iemand binnen en die steelt iets. Ja, dat ben ik, de sigaar. God, mijn jongens toch. Oh. Zwanne zachte zetel. Dat is het. Ik kan hier blijven slapen. Ja, ik blijf hier slapen. Ik ben wakker op kantoor. Daar kan Kloot toch niks op tegen hebben. Ja, dat doe ik. 5 seconden en ik lig hier in slaap. Haha. Oh, fantastisch. Een dekentje zelfs. Oh. Oh. Allee, Frans. Slaap wel, hè, vriend. Klootje. Klootje. Verrassing. Oh. Die is hun niet. Oh, maar hier slot. Wacht, die zal verschieten. Schattige. Verrassing. Oh, leuvige. Oh, leuvige, meteres. Mara! Jij hebt toch niks met klootzak? Nee, zeg, ik ben niet voor de mannen. Moest ik me toch een keer wat jij feitelijk doet? Ja, zeg jij dan maar een keer. Ja. Ik kan niet voor een zaak. Dat is hier toch een omgekoten verhaal. En jij doet je zaken altijd zo'n babydoodje. Ja, dan krijg je er meer gedaan van een man. Oh, ik geloof er niks van. Ja, en toch is het zo. Ik kan niet voor ons gebeuren. De hele kattenkakker rond te doen zo'n hof. Och, echt? Ja, met een dreig om te doen. En dan is hier ons huis van. Maar, we hebben geen vuren. Ja, dat is al tegen verhuizen en wel gebeuren met hem. Dus, jij hebt iets met Claude, met een baas. Claude? Een baas? Ja, ik kom hier morgen werken. Maar dat is ook toevallig. Maar, jij hebt mijn vraag goed beantwoord. Jij hebt dus iets met Claude. Ja, hoe ga ik zeggen? Ja, de waarheid en niks dan de waarheid. Ja, Claude en ik hadden een affaire. Onder de hele tijd. Oh. En ik heb binnenkort zijn vrouw verloten voor mij. Waar heb je dat nog gehoord? Ja, en hij schrijft me gauw een gedicht. Welk gedicht? Luister maar. Zonder jou voel ik me als Hugo zonder Nicole. En Gert zonder Samson. De dikke zonder de dunne of als een café zonder bier. Ik mis je elke dag als jij er niet bent. Oh, dit is iets wat nooit bent. Ik wil je betasten en voelen. Als ik hier sta, moet je me afkoelen. Jij bent het zonnetje in mijn leven waar ik alles voor zou geven. Kijk je dat? Ja. Achtwoord? Maar dat gedicht. Oh, schoon, hè. De leuven van Koot. Europa, dat is echt een triestige mens. Die schrijft zo'n beetje. Die komt thuis, die erbekken. Dan kruipt hij in zijn zetel en die snoept. Die gaat bij mij gneuvers nu mee heen. Maar dat gedicht heb ik al gehoord. Oh, schoon, hè. En pa, weet je daar al van? Oh, schoon, prachtig. Maar wakker worden. Pa, weet hij daarvan? Sorry, meneer jongen, wat zei jij? Of pa er wel iets van weet? Oh, natuurlijk weet pa dan niet. En beloof ik dat er ook niks moet zeggen. Oh, maar besef je wel wat jij mij aandoet? Mijn mama en mijn papa die gaan scheiden? Schie, zo wijd zijn we nog niet. Ik wacht nog op Kloot. Oh, dan kun je nog lang wachten, want hij heeft al een relatie. Ja, dat weet ik. Met zijn vrouw. Nee, niet met zijn vrouw. Ja, ja, met zijn vrouw. Allee. Ik ga maar een keer naar huis. Beloof niet dat je niks zegt tegen pa. Ja, ik beloof het. Zeg en ten onder, wat doe jij feitelijk nog? Ik heb toch gezegd dat ik hier kon werken. Werken? Noemde jij dat werken door bij gesloten in die zetel? Maar dat zou je potverdekken nog een keer een werk voor een pauze. Ik had geen sleutel, dus ik kon de deur niet sluiten. Oh. En daarom ben ik hier blijven slapen om het kantoor te bewaken. Oh, maar jij zit me slimme, jong. Nee, nou. Geen en de verantwoordelijkheid. Ja, dat hele van mega, Europa. Ja, ja, ik weet ook dat onze pa niet meer deugt. Allee, Klaas, moeten wij dan terug naar de stuur gebruiken? Ja, heel lekker, ik moet tussen de koppel nog steeds gaan halen. Allee, rap dan, hè. Klaas en de vrouw, vlug, verstopt u. Ja, nee, de wc. Ja, maar ik moest niet. Ja, maar,
om hem te verstoppen verkloot aan zijn vrouw. Plut, plut. De jas. Oh, jezus. Doe maar toch. Allee, hup. En trek dat baan, alstublieft. Allee. Als die deur begon, ben je al niet gesloten. Nee, ik had geen sleutel, dus ik kon de deur niet sluiten. Frans, wat doe jij hier nog? Ja, er was geen sleutel, dus ik kon de deur niet sluiten. Iedereen kon er zomaar binnen en buiten. En daarom heb ik besloten om hier te blijven slapen. Om uw kantoor te bewaken. Dat is heel attent van je, bedankt. Doe gelukkig just niks van. Die spreekt jou met zijn vriendinnen. Ho, dat is niet waar. Ik denk wel dat hier links of rechts een vrouw verstopt zit. Maar dat is zeker niet waar. Frans, als dat waar is wat mijn vrouw zegt, dan moet je morgen zelfs niet beginnen met werken. Maar... Dat is hier een kantoor. Je zit in de chaussee dan hoer, hoor. Maar... Ik zal toch een keer achter de deur gaan zitten. Ik denk wel dat hier iemand verstopt zit. Doe maar. Allee. Kom er maar uit. We weten dat je hier zit. En? Nee, man. Ah, ziet je wel. Moest nog een duister. Ik zal in. Nee, hier... Hier zit ook niemand. Opzij, alstublieft. Ja, maar hier zit echt niemand. Hoort goed, hè? Er is echt niemand bezet, dus er zit niemand op het toilet. Allee. Ja, maar... Tup, tup. Oh, ja, nu hang ik. Maar... Niemand? Niemand, hoe kan dat? Niemand, zie je dan nu? Maar die venster, die staat in gruwend uit. Die gaan niet doden, want dat trekt bezoeken we weer. Ja, maar gerust in die wind als het... Oh. Wat? Wat is dat, hé? Oh, dat is sexy. Klaar, de kleren, hè? Frans. Ja? Wat is dat? Dat? Ja, dat. Dat. Maar dat is een babybootje. Ja, dat zie ik ook wel. Maar wat doet dat hier op de wc? Dat. Ja. Dat. Oh, maar dat is van mij. Daar slaap ik bij. Babydoel. Ja, was er mis mee? Zeg. Oh, mijn ma. Heb je de sluiters weer van het kantoor? Ja. Nee. Nee, hè? Ja, zeg Frans. We hebben geen sluiters. We kunnen hier niet sluiten. Dus, zodat je hier de nacht wil, moet je blijven slopen. Trek dat babydolletje maar aan en er ben ik in. Moet ik hier dan blijven slapen? Ja, we hebben geen sluiters. Allee, hup, hup. Babydolletje aan en er nestje in. Ja, maar... Oh, wat is dat? Ik zoek het Frans een beugje schrijven. Mooi geluid ook niks van. Die hele vrouw zit in de prinsessen en die heeft een beugje van wat uit de stem gedaan. Hartstikke nog. Ah, mannen, allemaal dezelfde. Wacht, niet allemaal, hè? Nee, jij zit er geen andere vrouw in. Nee, ik let op jij, ik kan nog wel hier maar al. Nee, nee. Ik kan door jou, ik let op mijn eigen. Nee, je let op hem niet, hoor. Nee. Zeker, dat is goed. Want kost ik weer dat ik jij bij een andere vrouw te doen had, het zou uw beste kern is en dat drukt dat maar goed in het kapje. Maar Helmeke, er was dat ik ook bedreven. Jij hebt alles weg in een vrouw zoek. En wat is dat dan? Ja, je moet maar geen moeilijke vragen stellen. Zeker. Jij bent voor niks van, want je kunt toch niet in zand kunnen. En maakt ze van een waard, die vrouw ziel als dat meisje. Och ja, vreugde. Toen weet jij toch zo'n romantische mannen. Weet jij nog dat jij een keer verliefde gedichtjes schrijft? Ja, dat weet ik nog. Dus was dat wel? Zonder oog, veulig met heugoud, zonder Nicole. Gert zonder Samson, de dikke zonder de dulle. Of als de café zonder bier. Die kent dat. Amai. Man, man, man.
altijd met zeilen, hé. Mijn zeilen, ze dan vergeten ze. Mijn zeilen moet mij een keer zin liggen. Die van de voetbal moest dat weten. Toch belangrijk, zuur. Uw ma, daar heb ik niks mee te maken. Die ken ik zelfs niet. Nee. Hoe zou jij mijn ma nu kennen? Want mijn ma kent u ook niet. Dus je kunt mijn ma niet kennen. Maar het zou wel kunnen dat jullie elkaar al gezien hebben. Dan zou jij mijn ma ook wel kennen. Maar dan zou mijn ma u ook kennen. Maar mijn ma kent u niet, dus je kunt mijn ma niet kennen. Dat zou kunnen, hè. Maar ik denk niet dat mijn ma u kent. Want alleen waarom zou mijn ma u nu kennen? Allee. Stop met die zeven. We gaan aan het werk. Ja. En ruim dat daar eerst op. Oh, ja, zeg. Ja, binnen. Ik ga vlug eens maar dossiers opbergen, want anders komt het er niet van. Ik help je zo dadelijk verder. Dit is jouw boekje! Pa! Frans! Wat goed verdoemen! Wat doe jij? Ja, ik kom hier werken. Werken? En wat zou het waar ik met dit middel bij huis gaan? Ja, advocaat. Een advocaat, schiet uit. Niet gaan we zijn schouder geleerd dat een advocaat altijd een kostuum draagt. Tja, nu dragen ze een babyzolletje. Schiet uit, mijn gezeven. Zeg eens wat hij dat heet te betekenen. Ja. Geen God, mich nog goed verdoemen toch niet zeggen dat jij voor de mannen zet, zeker. Spoot me toe van, hè. Man, nee, ik ben niet voor de mannen. En als ik mich niet vergis, dan is dat zo'n precies een spelletje van ons ma. Niet dat ze dat voor mij nog dik allen doet, zeg je, maar ja. Ja, dat is van ma. Ik, Ja, kom er nog uit. Ik, Ik ben wel voor de mannen. Miljarden vlammen van ons vermoedertje. Dat is nou de eerste keer, ja. Dat ik even een stem met mijn tanden vol mond. Met je mond vol tanden? Ja, Frans. En dan weet je zoveel minder wat een melk zijn. Hoe is dat dan mogelijk? We lopen zoveel schoen voor alle rond de wereld. Moest niet door de leeftijd gaan, maar ik zou het wel weten, zeg. En meneer, zeg eens, wat kan ik u helpen? Ah, jullie hebben al kennis gemaakt hier. Ja, wat dan moet er zijn. Ja, wilt u mij volgen? En doe jij dat onnozel kleedje uit. Ja. Ja, sorry hoor, meneer. Zeg eens. Weet jij wie dat is? Natuurlijk, dat is Frans. Frans? Ha. Ik paas wat ben ik heb. Fransin wat zijn. Wat bedoel je? Ook manneke, je moet nou niet doen of je van niks weet. Die kan ik echt niet volgen. Allee, dat is maar toch niet moeilijk. Die lijkt mee in die zetel, in een babydoel. De beurt kan duwen. Conclusie? Jij moet met een schoen zijn. Ik? Uw schoonzoon.
Nee, nu kan ik echt niet meer volgen. Dat is toch niet moeilijk? Frans is mijn zoon? Of moet ik nou zeggen mijn dochter? Is Frans uw zoon? Oh, maar het is niet wat u denkt hoor. Nee. Frans, dat is mijn werknemer. Die komt werken voor mij. Oh, dan heb ik al geen affaire. Man, nee. Oh. En Frans is zeker niet voor de man. Hij is wel. Hij heeft je steun gegeven. Mijn zoon is er zo net. Wat heb ik mijn zoon nog maar kwijt? Man, nee, je bent hem niet kwijt. Kijk, als je nu moest verhuizen naar Afrika, dan ben je hem kwijt. Maar nu toch niet. Ja, dat is wel gewoon. Dat is wel gewoon. Ja, weet je voor wat ik eigenlijk kan? Nee. Ik papa, dat heeft thuis goed verdoemen een andere ei. Mama, iemand anders? Man, nee. Allee, wie zou dan kunnen zijn? Frans, ja, dat zijn hier familiekwesties. Het is beter dat ik die afhandel. Los, zeg. Wacht eens. Breng die brief eens naar de post. Hier recht tegenover het gemeentehuis. Ja, stuur me maar weg. Trouwens, je dochter Elkin is hier gisteren geweest. Elkin? Hier geweest? Ja, ze wou spreken. Ze heeft een lief. Ja, het is dan ook een heel mooi meisje. Maar vertel me dat op een andere keer. Ik ben er bezig met een cliënt. Een cliënt? Zeg, dat is wel mijn pa. Ja, en dan? Uw pa is voor mijn cliënt. Oh, het is al goed. Dan weg. Manneke, toch had jij nog iets bij mij maken. Nog niet eens als dat er net een manneke het verkoopstak vergist had. Die heeft met zondagskes te mogen. Oh. Ja, laten we de zaken komen. Ja. Dus jij denkt dat uw vrouw iemand anders is? Ja, ik paas dan. Zie, dat is iets wat ik niet begrijp. Zie. Waarom moeten vrouwen altijd vreemd gaan? Wij mannen, wij denken daar niet eens aan, is het niet? Nee, natuurlijk niet. Alle vrouwen zijn hetzelfde. Ik maak het hier bijna dagelijks mee. Een vrouw leert iemand kennen en ze zegt, ik hou van je. Ja. Een paar maanden later verloven ze zich en dan zegt ze, ik hou heel veel van je. Ja, en met een wip zijn ze getrouwd. Ja. En dan zegt ze, ik hou heel, heel veel van je. Ja. En het jaar nadien zitten ze hier en gaan ze scheiden. Ja. En dan zegt ze, ik hou alles van je. Ja. Ja. Geen zijn eigenlijk zin. Neem nou een keer dat ik goed verdummer een dag thuis kan van het veld en de heimig al mijn zuigen verkocht, dan ga ik niks meer. Wat moet ik doen om dat te verkuimen? Ja, wat moet je doen? Zijn jullie getrouwd? Ja. En met een huwelijkscontract? Ja. En met scheiding van goederen? Oei, dat is een moeilijk woord. Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik slussel hem, zeg ik niet. Zij rijden al die paparazzenwinkel. Ja, feitelijk kun je niks doen, want je bent nog niet zeker dat je heen gaat. Ja, dat is ook wel woord. Dat is woord. Maar moest het goed verdummen zullen zijn. En ik kan die gast van zijn leven tegen. Maar dat zou die zijn beste dag niet zijn. Die lukt van de gast van zijn leven op kruiken. En die zijn een grote wezen. Die gaat nu niet meer om 12 uur. Tot een godverdummende keer met zijn buurt aan mijn Sonja gaat kuilen. Sonja? En hoe nog? Ja, Sonja de Simpel. Sonja de Simpel? Kindergeten misschien? Nee, dat is nooit van gehoord. Ja, maar ik kan mij wel rood vragen. Zeg niet een keer wat ik moet doen. Je kunt niks doen. En zeker naar die man niet toe gaan. Stel je eens voor dat zo'n grote gespierde kerel is. Ja, dat is inderdaad wel hoor. Toen moet ik wel voorzichtig zijn. Nou, dan moet ik een keer thuis spelen. Moet je boel hebben? Ik moet verdoen. Eerst komt dat reclame van al die heen. Maar ik zit niet nog lekker erop, maar ik ga echt niks doen. Meneer Dendove, als u me nu wilt excuseren, want ik heb nog heel veel werk. Weet je wat? Kom dus terug als je gaat scheiden. Dan kan ik u helpen. Dat is een goeie dag. Meneer Blind, tot de volgende keer. Ja, goeiedag. Maar als ik ze goed verdoen van zijn leven, maar dat trapeieren, want dat zal er best. Man. Moet ik er nog vol van, hè? Oh, dat is zo'n huilevaart. En Frans is huilen zuin. En ik ga hem door naar varen bij. Oh, was de wereld toch klaar?
die schoen blijft er. Ja, ja, zo natuurlijk. Ja, je moet direct naar huis gaan. Oh, mijn kind lief. Probleem in een hele kamioen. Ja, spoedig maar naar de huis zet. Ja, zet er maar wat thuis achter. Jongens, 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 maar krijg dan een keer vuil. Maar wacht een keer een minuut. Dat is duidelijk een stoute kalot. Frans, die moet bij mij komen zonder ze tijden. Voor mij een deugd open. Die is een paar jaar gestuurd. En dan wil het dan lekker dat pa mij neemt als aan de kolot. Dus dan weet zijn ik kon dan eigenlijk aan de kolot. Nou ja, ik ga me toch wel vuil. Oh, dan was Elke nog wel bij een even vriendheid. Ze stuivelen dan een deftige gast. Dus, Ja, binnen. Ah, dag meneer. Jonge dame, kan ik u helpen? Ja, ik kom voor Frans. Is hij niet? Nee, Frans is er niet. Oh, dat is spijtig. Ja, maar kan ik u misschien helpen? Nee, nee. Ik kom iets vragen aan mijn broer. Is Frans uw broer? Ja. Zijn het al tuigenstuiken kan wat is? Vooruit, geef het maar toe. Je bent door je vader naar hier gestuurd om mij in de gaten te houden. Om mij te controleren. Vooruit, zeg het. Zeg maar, ofwel is er een vijs los aan nog, ofwel kan ik ook niet volgen ze. Voor wat zou mijn pa mij nou naar hier sturen? En dan nog een bocht te controleren? Ik ken nog toch niet. Ik kwam gewoon iets vragen aan mijn broer. Zeker? Ja, maar ja, een is er niet, hè. Ik sta weer alleen verwijderd van het begin. Ja, je zult dus moeten terugkomen. Of thuis op een wacht. Want eigenlijk, die er is zijn werk. En hier moet hij werken en geen bezoek ontvangen. Oh ja, dat snap ik wel allemaal. Maar het is heel belangrijk. Ik heb een lief en ik kwam hem om een raad vragen. Oh, maar dat is verstandig van je. Want de relatie moet je onderhouden. Daar moet je blijven aan werken. Nee, daar moet je zelfs voor vechten. Want een relatie is voor het leven. Allee, dat zou toch moeten. En trouw blijven, ook heel belangrijk. Jij bent ook getrouwd. Ja hoor. Ja, ja, maar getrouwd of gelukkig getrouwd? Ja, jij bent nog veel te jong om zulke moeilijke vragen te stellen. Zeg maar, ik kwam hem eigenlijk vragen op wat voor een manier dat ik aan mijn ouders zou vertellen dat ik een lief heb. Mogen je ouders zo dat gewoon aanvaarden? Je bent nu toch wel oud genoeg om zelf te weten als je klaar bent om aan een relatie te beginnen. En als dan een deftige jongen is, zullen zij dus zich daar wel bij neerleggen. Ons Sophie, ons Elke, mijn dochter, die heeft ook een nieuwe vijer. Heb ik straks vernomen. En ik ben blij voor haar, heel blij. Ah wel, ik hoop dat mijn ouders daar ook zo verpijzen. Ik denk dat wel. Ja? Zeg. En als ik hem vertel dat het een zwetten is? Een zwart, hè? Ja, dan zullen zij dat ook aanvaarden. Het is uw leven. Als jij maar gelukkig bent, dat is het allerbelangrijkste. En hoe heet hij? Jamila. Schone naam, hè? Dat betekent schoon en elegant. Ik heb hem leren kennen op het internet, ooit in Afrika. Dus jullie hebben elkaar nog nooit gezien? Nee, maar ik kan sparen. En als ik genoeg geld verdien, dan ben ik er weg naar Afrika. Oh, dat is liefde, de echte liefde. Het verlangen om naar hem toe te gaan, dat hoor ik graag. Ja, ja, ik verlang wel om bij hem te zijn. En om hem te knuffelen. En om hem te kussen. En om hem te... Houd de rest maar voor jezelf. Kijk, moest ik je vader zijn, maar ja, ik ben je vader niet. Ik zou zeggen, ga voor mij. Echt? Maar ja, gevoelens die kun je niet tegenhouden. Als het komt, dan komt het. Daar kun je niks aan doen. Ja, dat is wel juist. En wel, ik hoop dat Sma en zijn vader ook zo verpijzen. Nou, ik ken u maar niet. Maar ik denk wel dat zij er ook zo zal over zijn. Dat schat ik hè. Nou, dat wel. Oei, Sophie, wat doe jij hè? Dag schatteke, dag schatteke. Ja, dag schatteke, dat was stel genoeg hè. Jij bent toch een schatteke? Dus jij bent Sonja, de ma van Sophie. Hoes, jij kent de naam van ons ma. Maar ja, ik heb die daarnet toch vernoemd in ons gesprek. Nee, dat is niet waar. Ja, en ik ken klant toch niet. Ik heb die nog nooit gezien. En jij kent zijn naam. Zeg maar, hier klopt dit niet hè. Jij kent elkaar niet. Wat kom jij dan feitelijk doen? Ja, ze komt voor u. Ja, ik kom voor u. Voor mij. En hoe wist jij dan dat ik hier was? Zeg, hoe wist ik dat ze hier weer? Ja, moeder voelt dat gewoon. Ja, ik voelde dat. Ik wist gewoon dat jij hier weer.
En zijn brieven ook? Nee, die moet brieven naar de post brengen. Maar die blijft er wel lang weg, moet ik zeggen. Zeg, maar hier klopt dit niet, hè? Ik ga me er niet meer over opjagen, hè. Ik kom dan nog wel te weten. Ik sta naar weg. Hey, Sophie, uw ma is hier nu. Vertel het haar. Hey, nee, dat is nou het juiste moment niet. Schilt eruit. Hey, nee, ma, dat is niks. Jongens, ik ben er moeder, hè. Mij kon je alles vertellen. Voilà, de brieven zijn gepost. Lange heb tijd. Zijn je in je bed gaan posten of wat? Ma, Sophie, wat doen jullie hier? Er is nog niets gebeurd. Toch niets van zijn pa zeker. Nee, nee. Ik ben er hier gekomen omdat ik iets wou vertellen. En ineens is ons ma hier binnengekomen omdat ze voelde dat ik hier was. Amai, ma. Jij voelde dat? Ik wist niet dat jij pannen van halen gaf, hè? Dus, jij voelde dat? Ja, ze weet. Kunt je dan ook de toekomst voorspellen? Ga niet vladen naar Frans. En jij, Sophie? Wat kom jij hier dan doen? Zeg te lief. Wat? Wat dat goed is. Wat zal ik blij voor u? Ik ga boven worden. Oh. Is dat tussen eindelijk op straat? Het is een specialeke. Een specialeke? Ja, het is een... Zo, mag ik dan eens af een keer vertellen, alstublieft? Ja, ik vond dat een mooi romantisch verhaal daarmee. Maar... Oh. Het is een zwette. Ook al? Wat blijf? Een neiger? Nee, een zwette. Neiger, dat doe ik niet, heren. Maar dat is toch niks mis mee? Dat zijn toch ook maar mensen? Maar loop, ben je een kop maken dan je een farm van te rond misschien? Ja, nu is het Maar zo leer je ook nog eens nieuwe culturen kennen, Sonja. Je moet openstaan voor nieuwe dingen. En ik heb gehoord dat zwarte mensen heel trouw zijn en heel sterk. Hij zal Sophie goed kunnen beschermen. Nee, ik zou me daar geen zorgen over maken. Ja, maar Claude, uw dochter Elke, die heeft toch ook een lief? Ja, dat heb je me al verteld. En ja, het is geen zwarte. Maar moest het zo zijn, ik zou me bij neerleggen. Jij zou het daar beneden leggen? Wel, leg het er maar beneden. Het is de zwarte. Ja, stop met die flauw grap, alstublieft. Ja, maar dat is geen grapje. Ze heeft hem leren kennen via het internet. En als ze genoeg geld gespaard heeft, dan gaat ze er naartoe, naar Afrika. Als dat waar is wat je me nu vertelt. Haha, maar jij vindt dat toch ook zo romantisch. Zullen jullie je ook een keer een andere cultuur geven? En dat je Elke goed kunnen beschermen, dat heb je zelf gezegd. Nee, dat feestje gaat niet door. En je stond het toch zo lief en romantisch? Ja, een mens mag toch wel eens van mening veranderen. Ja, maar jij verandert wel heel wat van gedachten. Alsjeblieft, zeg. Zeg maar, ik heb hem ook leren kennen op het internet. Jamila, dat is een hele lieve man. Hoe heet hij? Ja, Jamila, dat betekent schoon. En elegant. Hoe is het hier, hè? Ken je niet van Afrika? Nee, maar ik ken Elke. En Elke heeft ook iemand leren kennen die Camilla heet. Jamila Frans. Zeg, maar dat is wel toevallig. Ja, zeg. Zeg, maar, je moet nog niet kort worden. Maar als ik genoeg geld bedienen, dan zend ik weg naar Afrika. En ik kan misschien gelijk met de Elke gaan. Oh nee, dat zou mee pakken. Want ons Elke gaat niet naar Afrika. Over mij lijk. En jij ook niet, Sophie. Jij zit nog heel maar een leven in de duik. Verdoe in Afrika zeker die op donder zitten op te lopen. Jij blijft heet. Ik ga wel. En ik zeg ook dat er heet blijft. Ik zeg normaal. En jij zult nog altijd luisteren naar mij. En jij dan? Pijs jij dat niet meer van jij komt doen misschien? Jij en die Kloti. Jullie hebben dit bij me kan. Ja, Sophie. Ik kan dat recht gezien. Sophie. Ik moet het niet weten. Nou, je luistert niet. Ik moet het niet weten. En ma, heb ik gelijk of heb ik gelijk? Ga dan het niet bij elkaar anderen, hè? Ja, ik ga Claude leren kennen in een restaurant. Hij was er bij zijn vrouw en ik was er bij hun pa. En ja, we zijn toevallig aan de klok geraakt in de wc. In de wc? Nee, niet in de wc, in de gang van de wc. Ja, we wilden ons niet goed in ons relatie. En ja, toen steen het onder van gekauw. Ah ja, en dan zijn jij maar niet begonnen of wat? Bedien niet! Zeg! Zeg maar, die is tenminste wel leuk voor mij. En die luistert tenminste. Ah ja, en dan laat jij mijn kop maar zot maken of wat? Door die niet! Maar let op! Zeg! Ja, ja, ik ga mijn kop laten zot maken. Zeg maar! Jij bent juist een kerstboom. Een kerstboom? Ja, een kerstboom. Jij laat toch ook zo gemakkelijk versieren. Sophie, luister eens. Ik luister niet. Nou ga jij een keer goed naar mij luisteren. Heb je er niet verstaan? Vanaf nu zoek ik maar een ander lief. Anders
speelgoed. Ja, maar dat heeft hem al. Pas op, ik. Ik kan die naam niet meer huren. Ik sta er weg. Sophie. Ik moet het niet meer weten. En nou? Ja, maar jij hebt het natuurlijk wel zelf gezocht. Ja, was het dan Afrika? Ik had het een keer helemaal kwijt. Oh, dat is nog wel beter, hoor. Kom een keer uit. Maak eens van, dat moet ik eens zeggen. Dat heeft een betekenis, zeg. Wat je dat te betekenen, wat je dat te betekenen? Dat we dan maar gekregen, zus een drooien. Kost er nog zus pakken, is dat te zeggen. Is het niet waar, Frans? Ja, draaiingen. Te veel de paarden mogen zijn. Zo wat het vastpakken. Sorry, hè. Dat is niet, nee. Ja, stupid woman! Je zal weer een no-baar vullen erin, zeg dat. Dan zeg, ik ga niet binnen en ik zie nog geen stem bij een vreemde vrouw in haar armen. En ik paasde. Ik paasde. Wordt het al wat beter, madameke. Zijn de drongingen uit? Ja, ik paas het wel. Ik ga maar een keer naar huis. Ja, doe dat. Ik ga maar een keer rusten. En ga ik een dokter voor die drongingen? Dat zal ik zeker doen. Allee, salut. Dag allemaal. De dag allemaal? Hé, hey, dat lees ik ook. Zeg, dat is dan spannende verhalen, hè. Van mannen die een affaire hebben en zo. Ja, ik zijn voetje. Dag ma. Dag ma. De dag, madame. Nog een keer mijn excuses, madame. Excuseer, Micha. Geen probleem. Zeg, wat kon jij zo onderwijs op kantoor? En wel, ik kan zien waarom ik dat zo over de reden moet gereed maken. Ja, dat wordt geen moeite gereed maken. Ik heb veel te veel werk. Ik kan 11:30 is toch thuis. Ik zal wel wat werk van u overnemen. Nee, jij kunt niks van mij overnemen. Ja, maar klote jong wil dat doen, maar op een gezicht te doen. Dat weet je toch wel, maar dat zijn dossiers waar ik en alleen ik kan aan werken. Oh, sorry. Ja, dat kon ik niet weten. Zijn jullie nu eens aan uw bureau? En begin ook eens te werken. Allee, vooruit. Dus ik moet zijn zo over het nieuw wachten. Nee, je helderke. Je weet, ik zal je leven aan, hè. Vergelijk hoog tegen en dan de afwas in de afwasmachine te steken. En als u kut hebben, kan er in de zetel graven. En op Temptation Island letten u de deur. Ja, dat zal wel. Nee, ga werk maken, werk. Weet u wat, Frans? Komt jij dan bij me eten? Dan leer ik ook een bekken beter kennen en we kunnen de bekken klappen. Jij bent tenslotte toch de werknemer van mijn man, hè? Ah, wel ja. Dat zie ik zitten. Graag. Nee, dat zal ook niet gaan. Frans heeft nog heel veel werk. Ja, wat zeg. Oh ja? Waar dan? Wacht, ik in de minuut. Die enveloppen zijn leeg. En hier staat niks op. Ik heb geen werk. Eerste Fransje, dat moet allemaal nog afgewerkt worden vanavond. Let dus beginnen maar aan. Wat? Allemaal? Ja, laat het maar wat vooruit gaan. Ja, mevrouw. Dan zal vanavond niet lukken, vrees ik. Oh. Dat zal nog wel een keer pas geven. Maar weet je wat? Ik zal hem willen zitten eten brengen. En wekke buitenrammetjes of zo. Man, die heeft moeder niet doen. Ja, maar we hebben ze geen eten? Wij gaan eten. Frans heeft voor eten gezorgd. Oh. Is het niet waar, Frans? Wat heb je meegebracht? Zeg het eens. Ik weet het niet. Hij heeft pannenkoeken meegebracht. En heeft ze zelf gebakken. Ah, zeg, maar dat eet ik ook gaar. Dan zullen er toch wel een stuk of twee huiver blijven vermixt zijn. Nee, heel dik, dus niks huiver. Houd er maar 12 bij. 6 voor hem en 6 voor mij. En wel, dan ga ik naar de Chinees. Ah, jij zit er wel door. Ja, jij komt wel een keer terug in de Chinees. Je weet dat zo gaar, hè. Ik ga de alle dagen leren. En pas op, ik doe altijd hetzelfde, hè. Nasi pang. Ja, Bobby Bagan zonder de deur. Oh, het water komt alleen maar naar ons. Allee, ik ga naar de Chinees als ik een eten moet maken. De deur ga ik naar paas dat ik het heb bij de Chinees. Ja, wie weet. Doe zo wat vanaf. Pannenkoeken? Ik heb toch geen pannenkoeken gebakken? Ik kan ook geen eieren bakken. Waar staan een pannenkoeken? Franske, dat was een leugen om best wil. Waarom? Ja, Evi komt vanavond naar hier. Je kent haar wel. Ze komt hier niet zitten. Wat, hier? Ja, ik kan er toch moeilijk bij me thuis uitnodigen en daarom komt ze naar hier. Oh. Oei, en net dat ik nog zoveel werk heb. Oh nee, dat was ook een leugen om best wil. Wat, weer al? Ja. Amai, als advocaat moet je nou goed kunnen liggen. Weet je wat jij moet doen? Nee. Kijk, ik heb hier alles op een briefje geschreven. Ga eens naar de winkel hier aan de kerk
en breng alles eens mee wat hierop staat. Maar baas, ik ben een advocaat, ik begin een loopjongen. Beste vriend, luister goed. Beste vriend, ik kies mijn vrienden nog altijd zelf. En jij bent mijn beste vriend. Allemaal. Oké, dan. Dag, beste vriend. Maak me wel de weg. Tot ziens, hè, beste vriend. Ja. Ik zal me haasten, hè, beste vriend. Mannetjes leven, dat kom heen werken. Nog ben ik nog iets bij vuurhammers. Er was alleen hier zijn klapen tot dat toch al niet voor je. Dan moet ik nog wat kiezen. Tussen Evi en Sonja. En als ik voor Sonja kies, dan krijgen die van de witte producten in een hup tuin. Ik kan voor Evi kiezen. Nee, alles met een vaan van drum. Dat is juist dat zo. Ja. En dan als Hilde. Oh, dat zijn er ook mee, ja. Ik zou willen schieten. Ja, want ik stel wel mee, ja. Die heeft ik haar een saaste keer gegeven, zou ik ze zeggen. Oh, ik ga zeggen, Hilde, ik sta nog kots me. Buig er lang ertussen. Je bemoeit je bij alles, je weet alles beter. En dan dat je mij zegt. Dat stikt me tot heel lang. Je mag maar te zwijgen uit dat seksleven. Op zijn bed is toch niet wat geweest is. Zij wil altijd zijn hondjes. Omdat ze witte al ergens zijn waarom. Ja, dat ben ik nu, ja, ik mag het schieten. Ik ben nog zoiets. Ik heb nog een massabaal eraf gekocht. Maar ik wil nou wel. Hallo, klote blind. Oh, zeg jij, Hildeke? Nee, misschien ik weet niet meer wat jij valt. Je hebt te vroegen als ik of nog jaren zijn. Maar ja, dat moet je toch. Dat ik of nog jaren zijn. Ja. Ja, ik heb mijn sloten daar nodig. Ik ga niet vrucht thuis, want ik heb me nog gezegd dat. Ja. Hij is geslopen, zet tot morgen vrucht, hè. Ja, dag, hè. Groet. Het is heel mooi. En Ginder, staat daar ook alles klaar? Ja, het eten staat klaar, de wijn, de tafel is gedekt. Mag ik dat nu vertrekken? Ja, ga maar. Momentje, Frans. Ja, je weet nooit. Hallo, mijn Claude Blind. Oh, moet dat echt nu? Toch. Ja, als het niet anders gaat, ja. Ja, ik kom dadelijk. Ja, ja, tot zo dadelijk. Ja, sorry Frans, ik moet een half uurtje weg. Kan jij even ontvangen en geef haar iets te drinken? Ik kom zo vlug mogelijk terug. Ik moet juist een paar handtekeningen gaan plaatsen in een lopende zaak. Ja, maar even ontvangen? Ja, dat is toch zo moeilijk, nee? Oh ja, oké, dan. Maar zeg haast u, want ik zou niet weten wat ik tegen Evi moet zeggen. Of ja, ik zal misschien wat vertellen over ons ma. Nou, stop met die flauwgrappen, hè. Luister. Na vanavond zal ik een beslissing nemen. Zal ik een keuze maken tussen Evi en uw ma. Dan weet jij ook hoe ver dat je staat. Misschien wil ik je stiefpapa wel. Zeg, sla me daar van. Doe je best. En niemand anders binnenlaten. Hij komt zo vlug mogelijk terug. Dag, stiefpapa. Heb je dat niet al gehoord? Dan moet ik de minnares van mijn baas ontvangen. Jong, jong, jong. En vrouwen, nooit op tijd, hè. Ik heb zo'n tante, nooit op tijd. Nooit. Ik zal de deur openzetten, dan kan ze toch. Man. Evi ontvangen. Maar wacht eens. Misschien ziet Evi mij wel zitten. Natuurlijk zit hij mij zitten, alleen nu. Volgende komt hij binnen. Dag Evi. Ga toch zitten.
Oh, Evie. Oh, wat zie jij stralend uit vandaag. Oh, en die haren. Oh, Evie. Oh, dat gaat ze zijn. Binnen. Dag Evie, ga zitten, ga zitten. Wie zet jij? Wat komt jij hier doen? Het kantoor is gesloten hoor. Ik weet niet. Jongens, zeg, als jij het al niet weet, dan weet ik het zeker niet. Wat komt jij hier doen? Ik weet niet. Jongens, zeg. Allee, kom, hop. Kom. Allee, kom. Vertrek maar, kom. Nee. Dorst. Grote dorst. Ja, maar dat is hier geen café. Hier ver op dorp, dat is Rafke. Daar kun je pint gaan pakken. Dorst. Roger heeft dorst en kou. Ah, Roger, dat is mijn naam. Allee, vlug. Eentje dan. Oh, dorst. Whisky, voilà. Daar zal ze aan het dorst wel mee lessen en dat zal wel genoeg zijn. Oh. Allee, maar als dat leeg is, dan moet je echt wel vertrekken. Ik verwacht iemand. Oh, oh en in een keer. Dat was lekker. Ja. Allee, kom, maar nu moeten we vertrekken. Mijn broer. Ja, wat is er mijn broer? Is er iets mee gebeurd misschien? Mijn broer. Ja, je broer. En dan? Dorst. Grote dorst. Allee, vlug. Nog eentje dan. Dorst. Roger heeft dorst. Je ziet het zelf, hè. Die heeft geen geld. Die kan geen drinken kopen. Oh, jongens. We zullen die wat meer doen. Dan zal hem geen dorst meer hebben. Dankjewel. Dat zou ik niet kunnen zeggen. Dankjewel, dat was niet lekker. Dat denk ik. Allee, kom. Dan moet je nu vertrekken. Kom. Ja. Oh. Ja, ladder, heb het spelletje als... de wissing. Allee, kom. Ik ga je daar zetten, dan zal ik wel zien hoe je straks buiten krijgen. Allee, kom. Pas op dat trapje. Ja. Nee. Oh, maar dat gaat even zijn. Binnen. Godverdomme nog, niet pik dat jij zit te wachten. Ja, nee, natuurlijk niet. Wat komt jij hier doen? Het kantoor is gesloten, pa. Ik kan vroeg. Zijn godverdomme niet ontdekt. Die smerige kloot aan hun mannen, die hadden een affaire bedienen. Maar nee, dat kan niet. Dat kan niet. Maar zijn er godverdomme 100% zeker van? Hun moeder is zijn achter een huurduiver god vertrokken. En die hebben geen zin op tofel laten liggen. Ik ben een keer in de herbergjes gaan luizen. Ah. Doe staat het erin tegen vettige tussenaf van die kloot. Nee, dat kan niet. Je zult er wel eens kijken hebben. Nee, ik ben er 100% zeker van. En als er een gejaagd voor die kloot een keer een goed pak in de pans te steken. Ja, maar alleen maar. Doe dat niet. Je gaat daar spijt van krijgen. Spijt? Nee, manneke. Je moet van mijn leven de spijt van hem. En schrijven we? Wanneer mogelijk, door ga ik van schieten. En jij wordt met een advocaat. Oh, maar ik kan uw advocaat niet zijn. Ik ben uw zoon. Jij gaat alles regelen voor mij. Jij gaat over zelf, dat ik, dat jou de doever, dat ik alles aan. En zij, de simpele Sonja, die krijgt niks. Nog geen botstruwe wat ze krijgen. Kom op, besef je wel wat je allemaal zegt? Och jong, kom, geef me geen allemaal te drinken, want je zou er dorst van krijgen. Dorst, iedereen heeft hier precies dorst. Oh, ja.
Dat zal een varende heen aan de muur hangt. Ja? In die huisvuil wil ik ook een keer gaan akeren. Ja, je moet maar zo neerleggen. Ik zeg er juist van niet geel. Ik heb daar een keer wat uit gehouden. De andere keer met alle poten zitten, doen we gewoon een keer van vingers. Gaat hij hier dan blijven wachten of wat? Ja, natuurlijk. Kan ik wachten op plaatsen geven? Nee, ik ga niet gewacht steken. Was die erachter de duif? Oh, de wc. Dat is een goeie plaats. Ja, goed maar. Daar zit nog iemand. Je kunt elkaar wat gezelschap houden. Maar goed, verdomme. Wie is dat? Ja, Roger. Meer weet ik ook niet. Meen je dat, mijn? Toch? Allee, die is dood. Ja, het is goed. Het is goed. Allee, pak de fles. Kom, hop. Allee, dus hij schuift een pil op, dan heb ik nog plak. Dat gaat even zijn. Oh, yes, yes, yes. Binnen. Oh. Hé, Frans. Verwacht jij iemand? Ja, ik verwacht iemand. Wat komt jij nu weer doen? Ah, ben ik lief. Zeg, kennen we? Nee, je kent haar niet. Dat zijn zaken niet. Wat komt je doen? Ja, had ik nou juist onze pa niet zien binnenkomen? Ja, die is hier. Ja? Hoe is het er dan? Op de wc. Ah. Ja, dan zal ik hier wachten totdat ze hem gedaan is. Oh, wachten, wachten, wachten. Ik wacht, jij wacht, hij wacht. Iedereen wacht hier. Hè? Oh, niks, laat maar. Ik kom hem zeggen dat ik niet naar Afrika ga. Het is uit met Jamila. Oei, waarom? Ja, volgens mij was die niet eerlijk. Ik wijs dat die met meerdere tegelijk bezig was. Ah, wel, hè. Elke, de dochter van Claude, die had ook een relatie met die Camilla. Echt? Ja, ja. Oh, zeg, hallo. Hier, ze. Als je met haar spreekt. Is dat Elke? Ja. Ja, ik ben Elke. Aangenaam, dat speelt geen rol niet dat ik ben. Dus jij bent degene die mijn lief heeft afgepakt. Hoe bedoelde? Ja, Jamila. En houd toch niet van de bommen, hè? Maar, ik heb ook niks meer met Jamila, hoor. Maar ik ben niet onrust. Och, ik geloof daar niks van. Ja. Komt hier dat je haar naar het optrekt. Wat? Godverdomme. Hier. Wacht, ik ga alleen maar kijk, wat is nu eigenlijk het probleem? Als niemand nog iets heeft met die Camilla. Camilla? Ja, wat is dan het probleem? Ja, het is haar schuld dat uit is met haar. Maar dat is niet waar, het is haar schuld. Het is uw schuld. Uw schuld. Uw schuld. Uw schuld. Stop. Wie zijn schuld is het nu? Hm? Ah, weet je wat? Het is mijn schuld. Oh ja? Ah. Ah. Weet je wat? Jij kunt op wc bij onze pa al een klapje doen en jij kunt er ook wachten tot je pa terug is. Ah, kom. Hop. Hop. Wat? Wat heb ik hier? Jij? Hop, kom. Ik heb het gewoon. Alsjeblieft, kom toch vlug. Dat gaat zijn. Binnen. Dag Evi. Zet u. Hans, maar wat doet jij? Waar is Klootje? Ja, die is er niet. Die is er niet. Ik moest nog thans naar hier komen en ik ben op tijd, hè. Komt hem nog? Dat weet ik niet. Je zult het bij mij nu moeten doen. Met u? Ja, was er mis mee. Weet je wat? Ik zal uw toekomst voorspellen. Mijn toekomst voorspellen? Ja, dan weet je meteen of het iets zal worden tussen Claude en u. Allee ja, ik zal uw spelletje meespelen. Jomo, dat is geen spelletje. Ik ben echt waar, zeg. Kom, geef me uw hand. Oh. Oh, zo'n zachte handen. Zeg, stop ermee en doe het een beetje serieus. Ja, sorry. Ik zie Claude met een vrouw. Een andere vrouw. Een lelijke vrouw. Dat zette jij zeker niet. Echt? Ja. Waar zie je dat? Hier zo in je hand. Oh, ik zie nog meer. Ik zie kinderen. Uw kinderen.
Uw eerste dochter. Maar dat gaat een meisje zijn. Een meisje? Oh, dat is altijd zo met een droom geweest. Oh. Maar ik zie nog meer. Ik zie een man. Jouw man. Bruin haar, bruine ogen, knap gebouwd, lief, vriendelijk. Dat is juist gelijkjes. Zoals ik? Ja, toeval zeker. En jij ziet dat allemaal in mijn hand. Ja, maar ik zie nog meer. Ik zie dat jij morgen met die man samen op restaurant zal gaan. Ja, dat gaat dan wel moeten, hè. Allee, zeg, wij twee. Ja, ik ga het maar geloven, ja. Maar ik zie nog meer. Ik zie dat wij gelukkig worden samen. Oh ja, een echt droomhuwelijk. En jij ziet dat allemaal in mijn hand. Dat is ongelooflijk. Ja. Ik zie nog meer. Ik zie dat jij morgen de rekening gaat betalen in dat restaurant. Maar dat is zeven aan. Ik wist dat jij aan het zeven was. Jij wilt mij gewoon verleiden. Nou, misschien. Maar wat houdt ons tegen? Claude is er nu toch niet. Zeg niet, precies. Nou, maar hallo. Is er iets mis met mij of wat? Ja, om te beginnen. Oh. Maar, Hanske, maar niet weten, dat kan ik niet tegen, zonne. Ah, nee? Wat scheelt er? Niemand moet mij hebben. Niemand wil het leven met mij delen. Jij komt de ware nog wel eens tegen. Dat is niet waar, ze vinden wel wat een sukkel, de sulf. Een nerd! Ja, ja. Nee, Franske, nee. Jij bent een hele lieve, toffe, sympathieke gast, ja. Komt hier. Is er iets wat ik voor u kan doen? Oh, ja. Nu je toch vraagt, ik heb nog nooit met een meisje gekust. Misschien kan jij... Ja, maar ga jij dan stoppen met wenen? Ja. Ik beloof het. Allee, een kleintje dan. Hé! Oh, Klootje, eindelijk. Klootje. Wat is de bedoeling hier? Ja, maar dat is niet wat jij denkt, zo. Frans... Evi, ik weet niet wat uw bedoeling is, maar ik zie u niet zitten. En dat zeker niet omdat je de vriendin van Claude bent. Maar wat zeg jij nu? Ik zat daar te wachten op de zetel tot ze kwam, Claude. En toen kwam ze binnen en ze besprong mij meteen en begon mij meteen te kussen. Was de leugenaar? Waart je 5 seconden later binnen geweest, dan had ze mij verkracht. Tja, is normaal, hè, met zo'n mooi lichaam als dat van mij. Hey, is dat waar? Maar Claude, jij kent mij toch al beter dan dat, hè? Zou ik dat doen? Ja, jij zou dat doen. Ik kan er van mee spreken. Maar wat was dat? Ik zou willen dat je nu mijn kantoor doet. Ja, maar Klootje. Buiten. Dag Evi. Maar vrouwen. Ja, het is misschien ook beter zo. Nu moet ik eigenlijk nog kiezen tussen uw ma en mijn vrouw Hilde. Tja, mijn ma kan ik moeilijk versieren. Hoe bedoel je? Niks. En voor de rest, heb je nog iemand gezien? Is er nog iemand langs geweest? Nee, er is niemand geweest. Dan ga ik terug een grote boodschap doen en dan breng ik het. Nee, dat gaat niet. Het toilet is verstopt. Het toilet heeft zich verstopt. Ja, dan zal ik moeten zoeken. Ja, nee. Er zit al iemand op. Er zit iemand op. En daarnet zei je nog dat er niemand langs was geweest. Ja, ik heb gelogen. En wie zit daar dan op? Wow. Allee, kom aan de kant. Ja, maar kom. Allee, kom maar uit. Wat is dat hier allemaal? Dat zal ik over een vrouw vertellen, z'n mannetje. Jij moet maar lelijke poeten van mijn vrouw afblijven. Och, je moet nou niet doen alsof je van niks weet, zei je. Wat is ik wie alles? Hai, pa, stop ermee. Ja, pa, het is genoeg geweest. En zeg, kan er iemand die een zot in is het gat van de schrijnwerker tonen? Het komt voor de chance dat je vuil volk is. Maar jij zet van ik nog niet af, manneke. Hier slaap of uitgeracht, bij de postroon al. En die lange smalle door. Dat wordt mij dan afgekoot. Salut. Oh, doe wat je niet laten kan. Wat heeft dat allemaal te betekenen, pa? Niks, Elke. Die heeft het allemaal op een rij niet. Ik denk dat dat in die familie zit. Hé, hey, zeg! Zeg, maar ik heb misschien beter nieuws voor u. Ik ga
gaan niet naar Afrika. Dat is gedaan met Jean-Michel. Oh, dat is goed nieuws. Maar wat zou een meisje zoals jij in zo'n ver land moeten gaan zoeken? Ja, dat is waar. Maar ik heb wel een nieuw lief. Dasha heet hij. Dasha? Ja, Dasha. Het is een Chinees. Je gaat niet naar Afrika, maar je gaat je naar China of wat? Ja, maar nee. Die is hier in België geboren. Die woont hier. Ja, dat is toch wel iets. Maar een Chinees. Zeg, wat jij daar eens Chinezen, die hebben een kleine neus. En je weet wat ze zeggen, hè? Een grote neus, dat is een grote... Ja, dat is waar. Waar jij en mama regelmatig gaan eten. Och ja, dat is waar. Uw moeder is daar nu naartoe. Weet je wat? Gaat jij er ook naartoe. En ga haar zeggen dat ze moet naar hier komen. Zeg haar dat ze daar niks moet eten. Zeg haar dat ik een verrassing heb voor haar. Een verrassing? Ja, ik was totaal verkeerd bezig en ik wil het goed maken. Ik was er niet altijd bij en het spijt me. Ik hoop dat zij het ook nog wilt goed maken, want... Eigenlijk zie ik haar nog graag. Massig, ik ga haar halen. Dus, als ik dat je goed verstaan, dan ga jij vanaf nu met Magro staan. Ik heb daarnet toch gezegd dat ik ging goed maken met mijn Hilde. Kom Frans, dan hebben wij ook iets te doen. We moeten zorgen dat ons ma en onze pa terug bediend raken. Kom op, dat gaat wel niet gemakkelijk zijn. Ja, nee, je weet dat wel, maar als we het niet proberen, kom. Claude, ik ben al weg, hè. Zeg, succes met de vrouw. Ja, dank. Hopelijk wil ze luisteren. Oh, dat komt wel in orde. Oh. Wie is dat? Daar. Ja, dat is Roger. Meer weet ik ook niet. Dat heeft altijd dorst. Roger? Ja. Roger? Maar dat is mijn broer. Van waar komt hij? Ja, dat heb ik hem net ook al gevraagd. En wat zei jij? Ja, van kinder. Monsieur, allee, die zit in een instelling. Hoe graag die hier? Die is verslaafd aan de drank. De dokter zei het minste dat hij nog zou drinken kan fataal zijn voor zijn hart. Oei. Monsieur, heb jij gedronken? Nee, hè. Maar ik wacht. Frans, heb jij die drank gegeven? Ik moet dringend weg, dag, hè. Ja, ja. Monsieur. Je weet dat er niet meer mag drinken. Voor wat duurde het dan? Dorst! Allee, geef je glas. Allee, kom uit die wijzij. Wil je nog niet zetten? Je zet verder. Allee, doe het. Ja, Lotte. Waarom doen we de zeven zetten? En pas op de trap, hè. Allee. Zet er maar dat. Jong, en geen drank meer, ja? Hé, Robert. Jij moet naar mij luisteren, want ik ben een grote broer. Wat? En ik ben dof. En dan moet jij mij iets te drinken geven. Wat? Wat kun je krijgen? Geen water. Je weet dat ik dat niet tegen kan. Ik voel er vreselijk van. Het is water of het is niks? Knolletje, laat het nou een keer goed naar een grote broer. Ja. Vroeger, toen jij nog klein werd, toen hadden we nog eten en drinken gegeven. Toen dat jij honger en dorst had. Ja, wie ik gaan doen, ik ga naar de instelling halen, dus we kunnen al. De instelling? Niks de instelling. Dat zit toch vol allemaal bij van die zotte. En daar huur ik niet thuis. Ik kan bij ook worden. Dus jij me toch wat, nee. Ja. Dat heb je ook al 10 keer gezegd. Heel de keer en ik stond niks leven aan, maar dat gaat nee. Wel? Nee, dat gaat niet. Wel. Hallo, ja, met Claude Blind. Ja, mijn broer zit bij jullie. Kamer 206. Ja, ja. 206. Peugeot 206, ja. Ja, sorry, jongen. Maar ik heb geen Peugeot 206. Ik heb geen auto. Regent, zwijg een keer 2 minuten. Ja, sorry, hoor. Ja, mijn broer is hier bij mij. Dat weet ik niet hoe hij geraakt is. Ja, hij heeft gedronken.
Maar nee, ik heb die geen drank gegeven, ik heb hem hier zo gevonden. Ja, kunnen jullie iemand sturen om hem komen op te halen? Ja, hij is bij mij op kantoor. Hoekstraat in Kortenaak. Ja, dank u. Goeiedag. Ik heb nooit met een Peugeot gereden. Wie had een Lada? Thuis, weet er dan nog? Ja, dat weet ik nog. Een ruwe Lada. Nee, ja. Dat was een groene. Nee, zei, dat was een ruwe. Maar ga jij dan nou weer al beter weten, ja? Denk jij nou echt dat ik niet meer weet, want kluig dat onze Lada had. Dat was een groene. Ja, wat heb ik juist gezegd? Een ruwe? Nee, jij zei een groene. Dat is niet waar, ik heb gezegd een ruwe. Jij zet nog altijd een even koppige ijzer als vroeger, hè? Wil jij dan nog, toen dat jij thuis kwam, bij de Hilde door, hè? Dat kring van een wijf. En toen dat jij pezen, dat ze vroeg de wagen was. En dat ik tegen u zei dat zij niks vroeg was. Is jij. Maar dat is toch zo, Alena. Zo lelijk vrouw, mensen. En dan die dikke nek er nog bij. Ik begrijp niet, hè, dat jij dat nog altijd niet duur hebt. Je weet toch op wat dat hij uit is, hè? Op uw geld is hij uit. En dan komt een dag, hè, dat zij er weg is, hè. En dan is ze alles bij je, en dan stel je in de lotte. En dan heb ik je niks meer. Dag, Roger. Dag, Hildeke. Hildeke, ik was juist kloot aan het uitleggen. Want Charles dat hij al best een spoor vragen gelijk als jij. Hildeke. Krijg ik van nog een drapje als het blijft. Heb jij die drank gegeven? Man, je kan niet zo gevonden. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet. We gaan nog niet naar huis. Of hoe de rest niet af. Zeker, je hebt goed zin als je pikt. Of moet er zinken als ik hem gelijk? Ik kan nog niet daar zijn. Moeder, dat is al lang dood. Wist je al dat? Dus ja. Ja, man, ik heb twee minuten in de mond uit en wat op bekken in de zetel. Was gewoon dat ze mijn kleurbroeken dat tegen mij zei dat ik moet zwijgen. Ja, en zet ik in de zetel. Dat is gewoon. Maar ik moet zwijgen van mijn kleurbroeken. En zwijg? Ik zou het willen bespreken bij jou. Oei. Doe me toch. Hildeke, ik ga melk en onder genaasjes uit voor op kamer terug, want ik moet nog iets zeggen. Dan hoop ik dat je een goeie rijden hebt, want ik pas het dus just aan tofel te gaan met die genaas, hè. Oh ja, weet je, als elke rij heeft bij deze zuin van dat genaas restaurant. Wist je dat? Nee, dat weet ik niet. Zeg maar, dat is wel ideaal. Dan kan ik zeker alle dagen met die genaas gaan leven. Oh, verwacht ik doen nog heen, Carmen, hè. Door zijn mijn leven maar één vrouw die al jaren gezien had. En dat geldt op jaren zoals deze, dat zeg ik jij. Ik hou van jou. Ah, dat is vandaan na winnen. Ik hou van jou. Alleen van jou. Zou de man in 2 minuten door een touwt willen tuigen over? Nou, dan schiet ik toch van hoogste kloot. Zeg, maar eigenlijk zijn er ook nog jaren. Hai, het is niet allemaal uw schuld. Het is ook mijn schuld. Ik was er niet altijd voor. Nee, het is uw schuld. Het is mijn schuld. Ik was hier maar verkeerd. Voor zolang is mij getrouwd. Je had me een was en een plas gedaan. Vereten gezorgd. Huis gekost. Ik was mis. I'm sorry. Aha! Dat is van Brenda Lee. I'm sorry. So sorry. Aangebied het. En wel, laat ons alles vergeten en het nee beginnen. Oh, dat is vreselijk vandaag gewoon een jurist. Oei, we zullen dit in naar de zijkamer halen. Nee. Ha, ik kom binnen, dames. Ha, goeiedag, meneer. Wij komen onze Roger ophalen. Ja, er is wel een probleem. Hij heeft gedronken. Maar.
Wat heeft? Dat is uw broer. Je weet dat hij niet van drinken voor zijn hart. Waarom heeft hij hem drank gegeven? Waarom heeft hij hem drank gegeven? Ik heb hem geen drank gegeven, ik heb hem hier zo gevonden. Ja, dat zal wel. Nee, dat is niet. Wie dat we hier hebben staan? Weet jij wie dat is? Dat is Sien. En dat is Maria. Allee, dames, begint er een keer aan. Het is hier allemaal vuil, vies en vettig. Hoe is jij? Hij heeft wel gelijk, ze. Dat is Sien en ik ben Maria. Ik ben Sien en zij is Maria. Maar niet die van op de tv. Maar niet die van op de tv. Dat was mijn dag in je geval. Ik zou zeggen, neem hem mee, zodat we zijn lunch kan uitslapen. Ja. Kom, Roger, wij gaan terug naar huis. Gaan terug naar huis. Nee. Waarom herhaal jij altijd wat zij zegt? Dat is een feestloos bij haar. Een feestloos bij haar? Zeg, en die moet de zieke mensen verzorgen. Maar nee, dat is een vrijwillig voor geen echte verpleegkundige. Ze komt alleen helpen als dat echt nodig is. Helpen als dat echt nodig is? Kom, Roger. Wij zijn verder. Verder? Niks te verder. Ik ga niet terug naar de instelling. Dat zit zo vol met de zoete. En daar pas ik niet bij. Wel, Roger, klopt dat niet. We hebben het er al dikker over gehad. Door nog thuis in huis te nemen. Maar dat was echt niet. Gek, godverdomme. Ze vuile lijken hier. Als ik gedronken zou hebben, hè, wel, dan zou ik ook nog geloven. Maria, doe dat dan aan. Mijn kleerbroek moet misschien niet meer. En ik heb hem mee groeit getrokken toen dat er nog kleren was. En daarna, nou, zijn ze zelfs kort als ik een keer erop kunnen drinken. De mensen die al wat minder beginnen te drinken. Hè. We hebben het er al zo vaak over gehad, Roger. En je weet dat dat niet waar is. Dat niet waar is. Dat is allemaal, dat begint op mijn zijde te werken. Maar die kan daar niet aan doen. Die kan daar niet aan doen. Maar ik zou dan niet kunnen we samenwerken. Nee, Roza, niet kunnen we samenwerken. Hè? Ik krijg er de kreupels van. Toen krijg ik de kreupels van. Zeg, ik wil jij er al van? Nee, ik ben al bezig. Weet je wat er van is? We gaan je broer veilig en wel terug naar de instelling brengen. Dag, Maria. Je wil amour. Je wil amour. Waar ik ga, waar ik sta, waar ik sterf, waar ik verga. Wel, dag. Jong. Een geluk dat we hier alle dagen zullen jou uit. Maar verwacht ik wil terugkomen aan Hildeke. Letterlijk. Ik ga de tofel gedekt zijn en kinderen achter de duim is dat alles geregeld. Dan gaan wij een hapje eten, een glas geruwe wijn drinken en dan gaan wij als een huwelijksnacht een keer uiverduin. Heb je dat speciaal voor mij gedaan? Nee, jongen. Mendig het dan? Nee, dat zeker. Zeg, als een huwelijksnacht uiverduin. Jongen. Wat heb je van haar zo wilsen als hij verzoek je dan? Nee, maar goed. En wat heb je dat terug 2 euro voor? Ja, 2 euro. Ik kan er heel veel zijn al. Maar van buiten tot onder. Oh, van één tot oor, zeg. Zeg, jullie maar, dat eten kan wachten. Ja, maar. Ai. En doe het even allemaal schuiten van de kop. Hij heeft hem niet. Hoi, ga je buiten? Jullie zijn van die effecten, zeg. Ga buiten. Waarom? Omdat het heeft gezegd. Ja, maar op mij moet je letten, hoor. Frans, als je nu niet maakt dat je buiten zit, dan zet ik je buiten. En wie gaat je daarvoor meebrengen? Oh, wie gaat het boven mij brengen? Ja, maar... Hé? Hey. Dat was maar om te lachen. Ah. Ja, maar Claude. Ja, kip. Ah. Ja, maar... Hé, hey. 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 Maar... Hé, hey. Een grap staat netjes. En we willen weggeblijven. Ja, maar mag ik echt niet? Nee, ja!